Om het belang van de veiligheid in de luchtvaart te benadrukken, heeft hoofdinspecteur Humphrey Naarden op 21 juni een lezing georganiseerd. Naarden geeft aan dat deze lezing georganiseerd wordt om de algemene kennis van politiefunctionarissen en andere belangstellenden te vergroten. De gepensioneerde Aircraft Maintenance Manager, Erwin Goedhoop, was de inleider. Hij ging in op het thema hoe gevaarlijk kan vliegen zijn. Goedhoop heeft nader uitleg gegeven over zaken die betrekking hebben op het servicen van vliegtuigen voordat zij de lucht ingaan. Hij haalde verder aan dat er verschillende specialisaties zijn in het onderhoud van vliegtuigen. Je hebt twee soorten specialisten in het vliegtuigonderhoud. Vroeger had je er drie. Je had een elektrische, elektronische en een mechanische. Nu hebben ze maar twee groepen. Je hebt elektrisch en elektronisch is avionisch geworden. En die andere groep is aircraft en powerplant. Vliegtuig en motor. Het verschil wat je in die twee groepen specialisten hebt, is dat de machine op een gegeven moment, daar kom ik straks op, op een gegeven moment luchtvaardig verklaard moet worden. Maar iedere keer als je de lucht in gaat, moet je luchtvaardig verklaard worden. En die luchtvaardigheid kan alleen maar gedaan worden door een specialist met een engine en powerplant license. Dus een avionics man mag computers verwisselen, hij mag wel storing oplossen, maar hij mag het vliegtuig niet luchtvaardig verklaren. Goedhoop haalde ook aan dat het onderhoud van vliegtuigen in diverse inspecties is onderverdeeld. Het allergrootste onderhoud staat bekend als de jaarinspectie. Verder is controle belangrijk wanneer een vliegtuig geland is en voordat het weer de lucht ingaat. De jaarinspectie gebeurt meestal na zoveel jaar. En in de jaarinspectie is hij een paar weken binnen en je kan zeggen dat alles wat los en vast zit, wordt losgehaald, gecontroleerd en weer schoongemaakt en geplaatst. Nog een andere check wat ze hebben, is dat ieder vliegtuig, wanneer hij geland is, moet hij voordat hij weer de lucht in kan gaan, moet hij een inspectie hebben. En aan die inspectie is gelijk gekoppeld dat de specialist, wat ik over had, aircraft en powerplant, die moet de machine dan luchtvaardig verklaren. Noemen ze release to service. Erwin Goedhoop, gepensioneerde Aircraft Maintenance Manager. Hij was de inleider op een lezing georganiseerd door de Politieofficieren Associatie, welke onder beheer staat van hoofdinspecteur Naarden. De lezing is onderdeel van de maandelijkse activiteiten van de Politieofficieren Associatie.